Ja, laten we maar eens even beginnen met een kleine tussenstand. Hoeveel digitale handtekeningen hebben we ondertussen? Aantal deelnemers, 601.646. Het raakt ons allemaal. Suzanne, ja, van Dommelen Bruins, zakelijk directeur van Tivoli Vredenburg. Dat is toch best een enorm groot bedrijf, hè? Zou je denken. Ja. 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 Mag ik jullie eerst een compliment geven voor deze actie? Ja, dat mag. Ik vind het echt fantastisch wat hier is neergezet. En dat geeft ook gewoon aan hoe creatief en actiegericht de cultuursector is. Ik vind het echt een groot applaus. Dus, nou, ik doe met jou mee, want ik zit hier ook pas sinds vanmorgen. En ik heb ook wel gekeken de afgelopen week. Heb je ook gekeken? Ja, ik heb af en toe teruggekeken en live gekeken. En even kijken hoe het eruit zag. Ja, en, klik op al die plaatjes. Ook ja. Die wil ik even horen, die wil ik even zien. Echt een fantastische productie, echt heel erg goed. Ja. En jij wilde hier ook zijn. Waarom wilde jij zelf langskomen? Nou, ik vind het echt heel belangrijk om hier ook te zitten. Namens Tivoli Vredenburg natuurlijk. Zal ik dadelijk even vertellen wat wij zo al normaal gesproken doen. Maar ook omdat ik mijn hart uitgaat naar alle theaterproducenten. Vooral de vrije theaterproducenten. Maar ook alle festivalorganisatoren. Ja. De hele festivalzomer is er natuurlijk uit. Ja. En iedereen die achter de schermen, de technici, de cateringbedrijven. Iedereen die daarvoor werkt. Dat heeft gewoon een enorme impact. Ja, dat heeft het. Even los van Tivoli Vredenburg, waar we ook bij heel veel mensen voor werken. Ja. Dus, Want wat zouden jullie hebben gedaan bij Tivoli op dit moment? Ja, en wat doe je nu? Ja, kijk, Tivoli Vredenburg is echt een groot muziekgebouw. Muziekpodium met 6 zalen en 8 podia. En even qua orde grootte, we hebben iets van 1800 events per jaar. Zakelijke events, muziek-events en ook kennis en debat sinds een paar jaar. We werken bijna 1000 mensen. Ja. En er staan heel veel artiesten op het podium van hele grote orkesten. We doen en klassiek, we doen en pop en jazz en dance. En dus kennis en debat. We hebben een restaurant, we hebben een café. Dus het is echt een hele grote, bruisende plek in Utrecht, normaal gesproken. Yeah. En we zaten echt in een soort superflow. Met een heel mooi najaar en een goed begin van 2020. Met heel veel mensen. We hebben 1,2 miljoen mensen gehad in 2019. Die allemaal een keer naar Tivoli Vredenburg zijn gekomen. En toen die harde stop op 12 maart. Ja, is dat echt een dag die jij nooit meer gaat vergeten? Nee. Weet je, wat deed jij op het moment dat? Is het zo'n moment geweest voor absoluut. Jou? Ja, absoluut. Want waar was je? In Tivoli Vredenburg. Wij zaten eigenlijk allemaal te wachten voor de persconferentie. Nog net niet met de handen vast van wat gaat er gebeuren. Want er was natuurlijk van alles ook in Brabant aan de hand. Er waren al theaters dicht gegaan. En we zaten echt, het was eind van de middag, te wachten van wat gaat het oordeel worden. We hadden daarvoor al wel wel zorgen, hygiëne maatregelen genomen. En er waren al wel vragen van het publiek gekomen, gaat het wel of niet door? Dus ze speelden natuurlijk al wel het een en ander. Maar toen die dag, toen de premier zei van de theaters gaan dicht, de podia gaan dicht, toen was het echt oké. Ja. Dit is het, ja. Wat dacht je toen? Nou, wij dachten eigenlijk vooral in eerste instantie, we moeten in de actie nu. Dus we moesten heel veel gaan regelen. Dus we hebben meteen alle leidinggevenden, iedereen die teams aanstuurt, bij elkaar geroepen. En gezegd, oké, dit en dit moet er gebeuren. Ja. Eerst de practical shit, zeg maar. Artiesten moesten afgezegd worden. Ik geloof de 2.500 tot 3.000 man publiek zouden die avond komen. Moest allemaal gebeld, gemaild, gewhatsappt. Dat soort dingen allemaal. En dat dus was de actiestand. Ja. En dat was alleen nog maar voor die avond. Ja. En dus dat gaf ook wel een soort verbinding. Dus aan het eind van die avond, toen dat allemaal geregeld was, toen hebben we een biertje en een pizza gedronken en een pizza gegeten. En, nou, dat begrijp ik wel. In plaats van paniek, is het fijn om iets actiefs te kunnen doen. Dan heb je nog wat. En dan... Ja. Maar ja. Ja. Nou, toen was het nog tot eind maart zouden we dicht zijn. Hè? Dus al die concerten moesten verplaatst worden. Onze programmeurs druk mee, marketingmensen, iedereen was daar druk mee. Maar die datum werd steeds verschoven. Dus we hebben sommige events wel een paar keer verschoven. Eerst was een nieuwe datum in mei en toen werd het juni. Nou, inmiddels ligt het allemaal echt verder vooruit. Dus het heeft echt heel veel impact gehad. Ja. Dus... voor sommige van mijn collega's leverde het hele berg werk op. Wat allemaal moest gebeuren. En ook niet heel leuk, want iets wat je zelf hebt opgebouwd, moest je weer afbreken. Ja, het is allemaal gruwelijk. Als je een jaar bezig bent geweest met programmering, die vervolgens moet afzeggen. Tuurlijk. Maar er waren ook mensen die echt naar huis moesten en geen werk hadden. Ja. En naast
ja, echt een paar honderd mensen die bij ons in dienst zijn, hebben we ZZP'ers, freelancers, ja. We hebben oproepkrachten. Dat was een maar als ik je mag onderbreken, ik begrijp dat jullie ondertussen weer een beetje open zijn. Ja. Wat heb jij bedacht, wat hebben jullie met elkaar verzonnen om toch weer er te kunnen zijn, een rol te kunnen spelen in Utrecht? Het is heel grappig hoe dat gaat in je hoofd. Dus eerst dachten we van, we gaan over een tijdje weer gewoon open zoals we, wat we normaal deden met duizenden mensen in de ronda, onze popzaal bijvoorbeeld. Het kunnen er 2000 in, in onze grote zaal kunnen er 2000 in. Maar ja, hoe langer dat duurde, hoe meer je denkt, gaan we ooit nog wel open. Dus op het moment dat we open mochten met 30 mensen in de zaal, dat was afgelopen maandag en juni, toen we dat hoorden dachten we, yes, we mogen open. Terwijl 30 echt best een grap is eigenlijk. Ja, tuurlijk, maar toch. We dachten, het is een sprankje op. Ja. De deur gaat op een kier. Dus we hebben nu, sinds maandag hebben wij het programma Op een Kier. En daar komen allerlei artiesten langs. Van klassiek tot jazz, van pop, urban. Drie keer een concert voor 30 mensen. In de grote zaal, waar er dus 2000 in kunnen. Maar we maken het een beetje gezellig met leuke club voor thuis en een mooi licht. En het is heel speciaal daardoor. En we oefenen een beetje met ons protocol wat we hebben opgesteld. Ja. En zo zijn we eigenlijk op een kier. En wij zien het als een eerste stapje. Ja. Heel klein stapje. Ja. Maar wel om weer open te zijn. Dan gaan maar het lijkt juli me wel. Ik bedoel, het is allemaal drama. Ja. Maar daarnaast lijkt het me dat ook wel uniek om daarbij te zijn. Dat je denkt, ik was hier met 29 anderen. Ja. Stond ik te kijken naar deze artiest in deze gekke periode. Ja, ja. Nou dat is. Dus er zit nu weer inmiddels iets leuks aan. Hè? Buiten het feit dat het allemaal financieel helemaal niet uit kan. Maar we doen weer iets. En het is een stapje. En je kan laten zien, we kunnen dat. Ik vind ook dat we als branche serieuzer genomen moeten worden. Wat is nou 30? Weet je, een grote. Nou ja, dat is, mijn volgende vraag. Je bent echt een grote speler. Je bent heel belangrijk in Utrecht. In de rest van Nederland. Je bent belangrijk voor deze sector. Vind je dat frustrerend? Dat je denkt, er is ondersteuning voor dit, voor dit, voor dit, voor dit. Ja. En wij krijgen een beetje de fooi aan het eind. Ik vind absoluut dat cultuur en de branche kunst en cultuur serieuzer genomen mag worden. Ik vind dat wij als Tivoli Vredenburg echt wel serieus genomen worden. Ook wel, ik krijg heel veel steun vanuit onze gemeente. En steun echt ook gewoon mentale steun. Ja. Hè? Het wordt veel gevraagd, hoe gaat het met jullie, wat kunnen we doen? Geld is altijd iets anders, maar ook daar mogen wij wel op wat steun rekenen. Maar dan nog, wij zijn normaal gesproken, verdienen we 75% van onze inkomsten zelf. Dus het gaat wel heel hard als we niet open kunnen. Dus we willen eigenlijk vooral open en groot gebouw. Dus het biedt veel mogelijkheden. Op 1,5 meter kunnen we echt honderden, zo niet duizend mensen wel kwijt. Ja. Dus dan is 30 eigenlijk niet voldoende. Maar wij zien het gewoon positief. We kunnen gewoon stapje voor stapje open. Bij 1 juli naar 100. En hopelijk heel snel daarna. En dat heet dan op een iets grotere kier. Op een iets grotere kier. En we hebben een heel leuk ander plan. En omdat we zoveel zalen hebben en een groot gebouw, hebben wij bedacht, we gaan een tourconcept creëren. En een soort walkthrough festival kan je het noemen. En dan heb je dus 4 zalen waar artiesten zijn, waar concerten worden gespeeld. En je gaat met een groep van 30 nu, en misschien straks meer. We moeten even kijken, op 1,5 meter, allemaal heel braaf. Ga je door dat gebouw heen en dan kom je langs concerten. Wat goed. Met een leuke pauze op onze 6e verdieping, waar je een fantastisch uitzicht hebt over Utrecht. En een drankje en natuurlijk een gift shop hebben we daar. En zo kunnen we dus en weer artiesten op het podium zetten. En dan kunnen we weer technici achter de knoppen. En dan kunnen we weer een beetje aan. En we hebben iets leuks voor Utrecht, maar ook voor andere mensen uit het land. Om in de zomer te doen, want niemand gaat op vakantie. Dus we gaan het de hele zomer doen. En als het goed gaat, beginnen we om 9 uur 's ochtends tot 's avonds. Allemaal mooie tours langs hartstikke mooie, leuke, fantastische artiesten. Nou, super tof. Ja. Hey, jij gaat je handtekening zetten. Ja. Namens ja. hoeveel mensen ga jij dat doen vandaag? Ja, ik kan het in ieder geval zetten namens een heleboel mensen die voor Tivoli Vredenburg werken. Dat zijn er 1000. Top. Ik kan het ook nog zetten voor alle artiesten die nu niet op het podium kunnen staan. Bij jullie dat zijn er wel heel erg veel. Dat zijn er zomaar 10.000. Dus zeg het maar. Nou, laten we dan die 1000 doen. Doe ik die? Want die zijn echt direct verbonden aan jullie. Klopt. Ja. En dat geeft die teller alweer een hele mooie boost. Ja. Ik wens jullie een hele mooie zomer. Ja, en succes. Ja, die kier open. Ik ga mijn handtekening zetten. Doe. Oké, dankjewel.